Nee, ik ben Sarissa. Ik ben van geboorte heb ik een visuele beperking. Ik heb albinisme en nystagmus en ik ben eigenlijk zeer slechtziend, dus ik zie geen details. Als je met een stok loopt, dan is het lastig om je weg te vinden omdat je overal tegenaan loopt. En nu met een geleidehond dan gaat dat veel makkelijker en is het ook rustig omdat ik toch wel weet dat ik er kom waar ik moet komen. Als ik ergens naartoe ga is het voor mij belangrijk dat er sowieso geleidelijnen zijn, want die kun je volgen, dus dan kom je altijd ergens uit. De komende tijd voeren wij heel veel maatregelen uit, onder andere geleidelijnen. Die worden 200% uitgerold. 100% betekent dat ze overal worden neergelegd. En 100% dat we het echt helemaal volgens de laatste richtlijnen doen, zodat het helemaal eenduidig is. We voeren andere maatregelen uit, zoals perronrandmarkeringen, akoestisch signaal in liften, braille in liften, braille op trapleuningen en dat soort dingen. Nou ja, als er op alle stations informatiezuilen zijn en in principe alles goed geregeld is, dan denk ik dat het voor veel mensen die blind of slechtziend zijn in principe wel makkelijk is om te reizen. De eerste 20 stations zijn reeds opgeleverd. In de komende 2 jaar zal de rest van Nederland 100% van blinde geleidelijnen worden voorzien. Ja, dat vind ik eigenlijk heel goed. Want ja, sommige kom je daar aan en dan kom je echt, dan heb je totaal geen idee meer van waar ben ik en waar moet ik heen. Dus als dat zou veranderen, dat is echt wel gewoon prettig.